What's up? Mijn naam is Hanilton Neves. En ik ben Cafedis van afkomst. Ik ga jullie een klein deel van mijn leven vertellen. Ik ben geboren op 19 december 1985 in Rome. Samen met mijn zus Alessandra. Mijn paps werkte op een cruiseschip en mijn mams was een maid. Zij leerden elkaar kennen in Italië en BANG! Op 6 november 1984 werd mijn zus geboren. En een jaar later, BANG! Werd ik geboren. Ondertussen waren ze getrouwd en hartstikke gelukkig samen. Maar toch hadden ze het gevoel dat er iets ontbrak. Dus ze besloten naar Nederland te verhuizen voor een betere leven. Fast forward. In 1987, 1989, 1992 en 1994. Een zusje, een broertje, nog een broertje. Fucking hell, nog een broertje. Tanja, Inalito, Robin en Junior. Nou, de familie was compleet hoor. Shit. In 1997 was ik 12 jaar. En toen op een mooie zomerse dag werd ik naar de postkantoor gestuurd door mijn moeder om postzegels te kopen. En toen ik naar buiten liep, gebeurde er iets wat mijn leven heeft veranderd. Er liep een blanke man zomaar op me af. Hij keek me echt heel raar aan en gaf mij gewoon zomaar zijn witte tas. En met een klein beetje angst, puur omdat ik niet wist wat erin zat, deed ik zijn tas open en vond daar een witte tondeuze, vol met blond haar. Het was echt zo smerig dat ik het echt weg had moeten gooien. En uit beleefdheid droeg ik nog net geen vies gezicht. Maar toen ik opkeek om de man te bedanken, was hij ineens verdwenen. Onderweg maakte ik al de grootste plannen met mijn nieuwe, vieze tondeuze. Toen ik thuis kwam, gaf ik mijn mams een handvol postzegels en haar wisselgeld. En uit nieuwsgierigheid, waar ik al bang voor was, zei ze, hey, wat heb je in die tas? Ik blij. Kijk maar, heb ik gekregen van een blanke man. Ik deed mijn tas open en zij trok wel een vies gezicht hoor. Hey, gooi dat vies ding weg. Maar ik luisterde veel naar Tupac en ik dacht, Thug Life. Ik rende naar boven en klik, deed de deur op slot. Ik pakte mijn kleine koffer en begon te sleutelen aan dat ding alsof ik MacGyver was. Echt helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt. En toen ik klaar was, leek die wel splinternieuw. En na het testen van de tondeuze, rende ik super trots naar beneden. Zo door naar de keuken en liet mijn moeder de tondeuze weer zien. En vroeg of ze wat olijfolie voor me had, voor op de snijbladen. En nog geen 2 minuten later pakte ik een krukje en begon te knippen. Mijn eerste slachtoffer, Inalito. Mijn tweede, Robin. Mijn derde, Junior. Wauw, wat heb ik een hoop kinderfoto's verpest. En als mijn paps thuis kwam van de cruise, nam hij mij altijd mee naar Rotterdam-West om zelf geknipt te worden. Vol aandacht en concentratie was ik aan het kijken, want ik moest het leren. Koste wat het kost. En 18 jaar later kan ik vol trots vertellen dat dat mijn werkplekje is. Dit is waar ik werk. Hier mag ik mijn klant ontvangen. Dit is ook mijn tv trouwens. Zo zie ik eruit tijdens werk. Nee. Zonder hoed, zonder hoed. Misschien een stropdas. Maar that's it. Je kan bij mij gamen terwijl je geknipt wordt. Je kan zelfs mijn favoriete serie kijken. En je kan zelfs naar je favoriete vlogger kijken. Dit is naar mijn werkplek. En vanaf vandaag ga ik ook beginnen met vloggen. Ik ga proberen zo vaak mogelijk filmpjes te uploaden. Want ja, ik werk natuurlijk van dinsdag tot en met zaterdag. Echt drukke, volle dagen. Ja, ik hoop dat ik een beetje interessant ben voor de kijkers. Ik ga natuurlijk uiteraard kapsels laten zien wat ik doe. Kan. Ik ga laten zien hoe je het zelf kan doen. Weet je, ik leer het graag van anderen. That's it man, dit is waar ik nu werk. Dit is waar ik werk, dit is waar ik super trots op ben. Ik huur hier mijn werkplekje, dat huur ik. Op de deur staat Spirit ID, maar ik huur het onder Ready for You Barber. Zal ik hier hebben? Hier. Toch?
keer langsgeglippen worden. Kijk op mijn Insta, op mijn Facebook. Check gewoon wat ik doe, man. Het is trouwens op de Zadjanstraat in Rotterdam nooit. Ja, ik heb echt een beetje een boeiend vlog, man. Want het is voor mij ook allemaal de eerste keer. Filmen heb ik altijd leuk gevonden. Maar vloggen, dat is voor mij allemaal nieuw. Wat ik eigenlijk probeer duidelijk te maken is dat een klein gebaar kan iets groots betekenen. Super groot. En tot op de dag van vandaag weet ik gewoon nog steeds niet wie die man was. Ik weet gewoon echt niet. Eerlijk gezegd denk ik niet eens meer dat hij leeft, want hij was best wel oud. Wie het ook mocht zijn, echt. Hartstikke bedankt. Dankzij jou werk ik geen dag meer in mijn leven. Het is een beetje een hobby. Nou, leuk geweest. Het is laat. Ga inpakken en naar huis. Peace. Ja, dat is mijn gezicht. Dat is mijn gezicht, vriend. Check it. Ja. Dit is sick.